Ik ben nu in een museum en dat heet Newseum. En dat heet dus over alles wat met de media en het nice te maken had. Nou, een van de interessante dingen die ze hier hebben is in ieder geval een stuk van de Berlijnse muur. En hoe ze die kregen, had ik geen flauw idee, maar dat is ongeveer 4 meter heeg. En die zit hier. En er zit dus ik nog een wachttoer achter. En daar zitten de bewakers in de boel te controleren. Nou, ik kom later in New York, ging waarschijnlijk ook wel naar het museum daarvan over de World Trade Center. Maar hier zit dus ook een gedeelte van een van die gebouwen. En daaromheen is dit precies de tijdlijn van hoe het nice precies berocht is. En op deze wand hingen alle voorpagina's van alle kranten in de hele wereld die het nice berochten over de aanslag. Nou, en ik kom nu bij het plak waar journalisten herdacht worden. Er zijn ontzettend veel journalisten omkwamen door geweld, of ze zijn vermoord door de maffia, of neem het maar op. En hier achter me is dus een overzicht met al die Litse foto's en helemaal bovenin, op het hoekje daar, zit dus ik een Nederlander. Dat is Jeroen Oerlemans. Hij kwam in 2016 om het leven in Libië. Hier werd delsketten door een sluipschutter. Ik hou ooit, één keer ben ik bij hem thuis geweest, in Amsterdam. Toen ik bij hem thuis weer vertelde dat er een heel grote eerste 1-in-2 fotografie die. En dat er later oerstap wie naar, hij neemde dat een reisfotografie. Maar op dat moment hie ik zelf nog net helemaal in de gaten wat er nou echt precies die. Maar dan komt het wel even dichtbij al, ja. En dan maar eens beseffen dat we in Nederland dat we het zo ontzettend goed hebben. En dan zitten maatjes druk om Zwarte Piet. Ik wil het de meisje hier niet eens uitlezen wat waar we ons druk om maatje. We hebben het zo ontzettend goed in Nederland. Ja, want in Europa is het eigenlijk overal nou goed. Ik ben wel in Albanië geweest, in Joegoslavië. Hier achter me staat een auto van een journalist vol met kogelgaten. En dat is eigenlijk nog maar kwart lien dat gebeurd is, want dat is in de jaren 90 reed deze man naar Joegoslavië met deze auto. En die beschermen hem tegen het geweld. Dus hij heeft wel een stukje moorden die is gewoon een onrijdje meest. Dus dit is een stuk van de echte Berlijnse muur. Dus dit je zomaar in Amerika.